Voor Jong Ajax is het een drukke week. Na het succesvolle debuut van maandagavond in het betaald voetbal maakt het zich nu op voor FC Os uit. De tweede wedstrijd in 5 dagen tijd en dus een mooie vuurdoop voor de belofte. Hoe staat je ploeg er nu voor? Ja, ik vind het goed. Dan kijk je naar hoe wordt er getraind, hoe is de sfeer, de beleving. Ja, dan hebben we niet te klagen. Voor de gemiddelde Ajax-fan is FC Os een grote onbekende. Natuurlijk, ze verloren maandag hun eerste duel met 3-0, maar veel meer is er niet bekend. Groenendijk weet gelukkig meer. Dat is een ploeg die heeft natuurlijk een tikkie gehad in de eerste wedstrijd ook, tegen Twente, Jong Twente. En dan weet je ook dat zijn ploeg natuurlijk heel gemotiveerd zal zijn tegen Ajax. Dat zijn ze allemaal. Ze zullen vooral met ons de strijd aangaan en wij moeten zorgen dat we dat voetbal spelen wat we ook bij Vlaag hebben laten zien in die eerste wedstrijd. Ja, die kleine tikjes een beetje irriteren. Ja, ze zijn wat fysiek sterker en echte mannen. Ze vechten voor hun brood natuurlijk. Dus daar moeten wij tegenop kunnen. Afgelopen maandag tegen Telstar lukte dat goed. Leslie de Sa was met 2 assists bepalend voor de belofte. De Sa en Lucas Andersen. Maar de actie is vooral van Leslie de Sa. Wat zijn jouw ambities voor komend seizoen? Ja, we willen aansluiten bij de A-selectie en dat de boer zo moeilijk mogelijk probeert te maken in zijn keuzes. Dat is mijn ambitie dit seizoen. En voel je dat je er dichterbij komt nu deze voorbereiding en nu het seizoen is begonnen? Ja, ik zit lekker in mijn vel en het gaat goed. Dus ja, ik hoop dat mijn kansen komen natuurlijk. Ik ben de hele voorbereiding te spreken over wat hij laat zien. Hij speelde inderdaad een prima partij. Volgens verwachting, hè, want zijn voorbereiding was ook goed. Hij is heel gedreven. Het is ook niet voor niks dat wij bijvoorbeeld Moses Daddy... Nou, die hebben we niet onder contract genomen, omdat we ook de ontwikkeling van Leslie zien. En dat zijn voor hem zijn dat positieve dingen. En deze lijn doortrekken, dan wordt hij echt wordt hij potentieel misschien wel kandidaat voor de selectie eerste. Maar dan moet hij wel zo doorgaan en wij hebben vertrouwen in hem. Ja, dit soort wedstrijden helpt hem daarbij. Groenendijk had tegen Telstar de beschikking over 8 spelers van Ajax 1. Maar nu het team van de Boer later in het weekend speelt, zijn dat er minder. In ieder geval speelt Mickey van der Hart. Wij hebben Nicola Boylissen morgen erbij. Tobias Sana en Stefano Denswil. Dat zijn er 4. En van de week waren het er 8. Nou, dat is een verschil. Maar dat vinden wij helemaal niet erg, want daar kijken we niet naar. Elke speler die wij terugkrijgen van de A-selectie, dat is een toegevoegde waarde. Maar we hebben ook in onze eigen groep hebben we prima spelers. En die moeten ook wedstrijden spelen. Ik zag bijvoorbeeld ook Lobotka en Melig op het veld staan hier. Gaan zij ook mee? Ze zijn allebei weer bij de groep. Dejan die is natuurlijk terug van onder 19 Europees kampioen geworden. Lobotka was van de week niet speelgerechtigd. Zijn werkvergunning was nog niet in orde. Dus nu wel. Dus die zit ook bij de groep.